Spannende dag, man. Het is hartstikke vroeg. We gaan eens even die bocht uit je rug halen, hè? Dit is Top Docs Net Even Anders. Met Maaike. Hoi, ik ben Maaike en ik ben 13 jaar. En ik heb scoliose. Dat betekent dat mijn rug scheef groeit. En je kan het misschien ook wel zien, omdat mijn schouderblad uitsteekt. Bij de meeste mensen is hun rug gewoon recht, zoals bij dit poppetje. Maar bij mij zitten er twee bochten in. Dus dan ziet het er zo uit. En dan zie je ook dat mijn hoofd niet recht boven mijn heupen staat. En met de operatie gaan ze het recht zetten. Dus dan ziet het er weer zo uit. Op een röntgenfoto van Maaike's rug is inderdaad goed te zien dat haar wervelkolom twee flinke bochten maakt. En omdat Maaike na de operatie haar rug niet meer zo goed zou kunnen bewegen, gaat ze nu al naar de fysio. Daar leert ze speciale oefeningen om haar spieren sterker te maken. Wow, yes, rustig. Over een paar dagen word ik geopereerd en daarvoor moet ik nu al wat voorbereidingen treffen. Bij de operatie is het heel belangrijk dat ik niet zoveel bacteriën op me heb. Dus ik moet 2 keer per dag een zalfje in mijn neus. En ik moet me wassen met speciaal spul. Dat is een soort douchegel. En dat doopt de bacteriën, maar dat stinkt wel een beetje. Nou, Maaike, dan gaan we even je haar vlechten. En ik moet ook oefenen met mijn haar invlechten. Want met de operatie moet ik 2 vlechtjes in. Omdat ze dan allemaal stickers op mijn hoofd moeten plakken. En dan moet mijn haar niet in de weg zitten. Zit het goed? Nou, ziet er wel leuk uit. Ik vind de operatie niet zo spannend. Maar ik ben wel een beetje zenuwachtig. Want ik weet niet zo heel goed hoe het gaat in het ziekenhuis. Nou, ik ga je eens even opmeten, Maaike. Om te zien hoe lang je eigenlijk bent. Als straks Maaike's rug is rechtgezet, zal ze een paar centimeter langer zijn dan nu. Maar hoe lang is ze nu? 1,63 meter. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk, want dan krijg ik nieuwe kleren omdat mijn oude kleren niet meer passen. Hoi Maaike, we lazen dat je geopereerd moet worden. We hopen dat je je snel weer beter voelt. Nou, er leven ook heel veel mensen met mij mee, want de buren hadden me nog cadeautjes gebracht. En mijn vriendinnen gingen met mij zwemmen voor de laatste keer. Omdat ik waarschijnlijk na de operatie dat heel lang niet kan doen. Morgen vroeg wordt Maaike geopereerd. Dus vanavond slaapt ze alvast in het ziekenhuis. Ik ben nu aan het inpakken, want ik word bijna geopereerd. En ik weet niet zo goed hoe lang ik daar moet blijven. Misschien wel een week of misschien iets korter. Dus ik neem maar zoveel mogelijk mee. Nou, ik moet natuurlijk niet alleen kleren meenemen, maar ook boeken. Want anders is het een beetje saai. En ik neem ook mijn Bijbel mee. En even kijken hoor. Mijn knuffel neem ik ook mee, want daar slaap ik altijd mee thuis. Oh ja, en ik neem ook nog mijn kussen mee. Want meestal hebben ze in het ziekenhuis een beetje harde kussens. Ik ben er ook wel blij mee dat ze het gaan doen. Want na de operatie ben ik dan weer helemaal recht. En dan hoef ik me niet zorgen te maken dat ik in de toekomst misschien heel erg pijn heb aan mijn rug. Zo, ik ben nu in het ziekenhuis aangekomen. En ik heb hier mijn eigen kamer met mijn bed. En er was ook een hele aardige verpleegster. En mijn vader die ligt naast mij op een ander bed. Dus wel te rusten. Terwijl Maaike nog lekker ligt te slapen. Goedemorgen. Gaat Elbert alvast kijken bij de voorbereidingen. Het is heel vroeg hier in het ziekenhuis. En hier wordt alles al klaargezet voor de operatie van Maaike. Die wel 4 of 5 of 6 uur gaat duren. En er zijn een hele hoop instrumenten die klaargelegd moeten worden. Straks gaan die tafels de OK op en dan gaat er geopereerd worden. Maar Maaike is nu nog op de afdeling. En ik ben heel benieuwd hoe het met haar gaat. Dus ik ga even kijken. Maaike? Hallo. Hey, spannende dag, man. Het is hartstikke vroeg. Man, want we gaan eens even die bocht uit je rug halen, hè? Ja, klopt. En je bent dus al helemaal klaar. Je hebt allemaal stickers op je handen, zie ik. Ja. Zodat je straks die infuusprikken niet zo voelt, hè? Want hier zit een verdoving in. En ik ben net al even op elkaar geweest. Oké. Er staat een hele batterij spullen al klaar. En ze zijn allemaal druk in de weer, heel vroeg. Allemaal voor jou. Ja. Dat is wel cool. Ja, eigenlijk wel, ja. Wie leeft er vandaag met je mee allemaal? Mijn vriendinnen die sturen allemaal appjes en zo. Ja? En mijn moeder ook. En ze vragen ze hoe het is. En wat zeg je dan? Dat het wel gezellig is. Dus al met al, gewoon laat maar komen. Ja, ik ben er wel klaar voor. Oké, bring it on. Nou, dan gaan we. Iets verderop staat dokter Philip klaar. Hij is orthopedisch chirurg en hij heeft al heel wat operaties achter de... Ja, rug. Gaan we beginnen, als je geen vragen meer hebt. Let's roll. Maaike wordt onder narcose gebracht en de operatie kan beginnen. Ik
Meike is al bijna helemaal niet meer te zien. Je ziet alleen nog haar rug. Helemaal goed ingepakt. Nu gaat de eerste snee gezet worden. Toch, dokter? Ja, we kunnen beginnen. Maar hoe zet je een wervelkolom recht? Nou, eigenlijk een beetje zoals een timmerman dat doet. Eerst in de wervels gaatjes priemen, maar wel voorzichtig. In die gaatjes schroeven draaien. Check. En in die schroeven twee staven plaatsen. Zo, mooi recht en de zijkant ook. Wacht eens. Dit klopt niet. Een wervelkolom is geen potlood. Oh, hoe dan? Ik ben toch geen dokter? De staven moeten in de natuurlijke krommingen van de rug gebogen worden. Aha, dus de zijkant krom en achter recht. Juist, vakwerk. Wauw. Dit hier is een heel belangrijk kastje hier op de operatiekamer. Want het is een soort bouwmarkt met allemaal schroeven. En nu gaat de eerste schroef erin, hè? Ja. Welke moeten we hebben? Die dus. Nou, dit is de eerste schroef die we gaan plaatsen. Dat schroeven moet heel voorzichtig gebeuren, want een wervelkolom bestaat niet alleen uit bot. Binnenin lopen belangrijke zenuwbanen en die mogen niet worden beschadigd. Want als er geen contact meer is tussen Meike's hersenen en haar benen, dan zou Meike verlamd kunnen raken. Dit is dus niet de bedoeling. En om tijdens de operatie te checken of de zenuwen van Meike goed blijven werken, zijn er voor de operatie op haar hoofd en lichaam stickers geplakt. En die zijn via draadjes aan een computer verbonden. Zo kan tijdens het schroeven met kleine elektrische schokjes steeds even gecheckt worden of haar zenuwen niet worden geraakt. Gaat goed. Alle elektroden zitten nu geplakt op het lijf van Meike. En telkens als de schroef eenmaal zit, worden er schokjes toegediend via de elektrodes op het hoofd van Meike. En dan meten jullie hier of dus de stroompjes goed aankomen bij de elektrodes die op de voeten zijn geplakt en op de armen. Om te checken of er geen enkele zenuw beschadigd is geraakt door wat de dokters aan het doen zijn. Kijk nu. Stimulatie. Tja, dan checken ze dus even weer of alle spieren het goed doen nog. En het gaat zo far helemaal goed, hè? Dat gaat helemaal goed, ja. Oké, inmiddels nummer 5. Ook tijdens de operatie worden röntgenfoto's gemaakt om telkens goed te checken of de schroeven er op de goede plaats ingaan. En je kunt dus al zien dat er een paar schroeven goed zitten. Dat gaat lekker. Nummer 9. Hey, en als je wel eens een hele moeilijke toets moet maken, dan heb je natuurlijk altijd veel aan een spiekbriefje. Nou, hier hebben de operateurs eigenlijk hun spiekbriefje hangen. En naast die foto's van de rug zie je ook nog een planning van de schroeven die ze willen plaatsen. En ik snap het niet helemaal, maar gelukkig dokter Viedebel. Oké, en de laatste. Nummer 20. Top. Alle schroeven zitten er nu in. En nu komt de tweede stap. De staven komen tevoorschijn die langs de ruggenwervel worden gelegd straks. Dit is de staaf die uiteindelijk in de rug van mij wordt geplaatst. Maar deze is te lang. En dan kan ik hiermee de staaf op lengte knippen. 1, 2. Wow, wat een kracht. Dokter Philip is nou de staaf die uiteindelijk in de rug komt goed aan het buigen, zodat dat de vorm wordt waarin de rug moet komen te staan. Deze gaan we nu terugplaatsen in de rug. Wat er nu gebeurt is echt heel gaaf om te zien, want die voorgevormde beugel, staaf, plaatsen ze nou in die schroeven. En meteen zie ik al dat die rug gewoon rechter begint te staan. En eentje zit nu in een goede vorm en nou gaat de volgende in een goede vorm gebogen worden. Hè? Hoe langer ik zit te kijken, hoe meer ik moet denken aan hoe je tanden recht worden gezet met een blokjesbeugel. En nu is de dokter controlefoto's aan het maken. Er ligt een rechte staaf langs de rug en dan kun je zien dat de bocht echt nauwelijks meer te zien is. En dat Meike dus niet meer zo staat, een soort van naast haar bekken, maar dat ze nu recht boven haar bekken staat met haar hoofd. Ben jij tevreden, Filip? Ja, de operatie is goed gelukt, mooi geslaagd, staat mooi in balans, dus ik ben wel blij. Nou, ze gaan Meike's rug weer mooi dichtmaken en dan is straks de operatie alweer klaar. Pff, wat een operatie. En ze zeggen dat ze vanavond gewoon weer naast haar bed staat. Ongelooflijk. Hey, helemaal fris en fruitig. Meike, wat leuk om jou te zien. Ik heb zoveel zien gebeuren aan jouw rug. Ik kan me niet voorstellen dat jij gewoon diezelfde avond alweer kon staan. Tel eens, hoe is het na die operatie verder gegaan?
Nou, ik moest een week in het ziekenhuis blijven. En dan moest ik nog wel pillen slikken, pijnstillers. Maar daar was ik al wel snel mee gestopt, want ik had eigenlijk geen pijn. Alleen een beetje spierpijn, want het was natuurlijk allemaal in een andere houding. Ja, nu ga ik ook weer naar school. Ik moet even een demonstratie hebben. Kun je even gaan staan, alsjeblieft? Zo. Ja. En doe zo'n rondje. Wow. Ja, kun je nog bukken dan? Hoe buk jij nu als je iets moet oprapen van de grond of van een stoel? Nou, wel gewoon vaak zo. Dan buig je dus je nek en je kunt ook bij je heupen buigen nog steeds. Ja, dat kan ook. Mijn vader gaat me nieuw opmeten om te kijken of ik langer ben geworden na de operatie. 1,66 meter. Ik was iets langer geworden. Ik had het huis gemeten, toen was ik 5 centimeter langer. Maar pas was het thuis gemeten en toen was ik maar 3 centimeter langer. Dus toen ben ik weer een beetje ingezakt. Dit was Topdocs net even langer. Anders.